Waarom zijn knuffels zo vaak beren en minder vaak hamsters of olifanten? Voor dat antwoord moeten we terug naar 1902. De toenmalige Amerikaanse president, Theodore Roosevelt, was samen met een jager op berenjacht in Mississippi. Ze vingen een beer en de jager bond hem vast aan een boom, zodat de president hem gemakkelijk kon doodschieten. Daar had Roosevelt geen zin in, hij vond dat onsportief. Het voorval verscheen enkele dagen later in de vorm van een spotprent in de Washington Post. En dat bracht de eigenaren van een snoepwinkel in New York op het idee om een knuffelbeer te maken en te verkopen. Ze noemden hem de teddybeer. Toevallig genoeg was er in datzelfde jaar ook een knuffelbeer in Duitsland op de markt gekomen. Beide beren werden een enorm succes, waardoor de teddybeer tot iconisch speelgoedbeest uitgroeide. Inmiddels zijn bijna alle dieren wel eens verknuffeld, tot pissebedden aan toe. Maar de beer zal altijd de baas blijven.